Hallo mensen van GameTijd en welkom weer bij een nieuwe video. In deze video gaan we weer Minecraft Survival Island doen. En ik heb super veel zin in. In deze Minecraft Survival Island gaan we verder waar we de vorige keer waren gebleven. En de vorige keer waren we gebleven bij het maken van de achtertuin. En mensen, de achtertuin wordt echt prachtig. Maar ik had gewoon even zin om mijn huis te bekijken. Want het huis ziet er op zich al mooi uit. Alleen dit ding dat staat helemaal in de weg. Dus dat is jammer. Maar die gaan we natuurlijk ooit in de toekomst weghalen. Maar we gaan gewoon lekker deze aflevering weer verder aan de achtertuin. Het begon al best wel mooi te worden. We hadden namelijk vorige aflevering dit schuurtje. Nou ja, schuurtje overkapping gemaakt. Dit pad en deze afscheiding. En deze aflevering gaan we gewoon lekker verder. Ik denk dat het namelijk wel mooi is om misschien aan dit stukje te gaan werken. Dat we dit een mooie invulling gaan geven. Dus misschien is het wel mooi om hier wat bloemen kwijt te kunnen en wat andere spulletjes. Maar we gaan eerst even kijken wat we in onze kist hebben. En mensen, ik wil jullie bedanken namelijk, want we hebben echt mooie dingen weer bereikt door jullie hulp. Dus dank jullie wel. We hebben namelijk vorige aflevering vertelde ik van ja, we hebben de 50 abonnees gehad. Daar wil ik jullie voor bedanken. En deze aflevering hebben we maar liefst alweer de 60 abonnees gehaald. Dus dat is echt top. 61 om precies te zijn. Dus dank jullie wel voor het abonneren op mijn kanaal. Mensen, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn kanaal. Misschien kunnen we wel voor 2025 naar de 100 abonnees toe. Dat zou ik echt geweldig vinden. Dus als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe het eventjes. En ik weet wat ik moet gaan doen. Ik ben helemaal verkeerd hier. Ik moet namelijk een hele andere kant op. We hebben even een bootje nodig. Want we moeten namelijk naar onze mobspanner toe. Want in onze mobspanner daar hebben we wel boommeel. Want boommeel kunnen we weer gebruiken om de tuin een beetje opvulling te geven. Dus laten we daar eventjes naartoe gaan. En die Iron Golem farm die werkt niet helemaal goed. Want er spannen geen nieuwe Iron Golems. Dus dat is wel vervelend. Maar kijk. 34 bones. Dat is meer dan zat. Dus die kunnen we goed gebruiken. Want dan kunnen we onze tuin gewoon een beetje opvulling geven. Nou, laten we in ieder geval in één keer naar onze tuin gaan. Misschien is het trouwens wel mooi om er ook een soort steigertje neer te zetten. Wat zouden jullie daarvan vinden als we er een steigertje neer gaan zetten? Nou mensen, ik wil jullie ook bedanken namelijk voor de 10 likes. Ik vroeg vorige aflevering om de 5 likes. Maar uiteindelijk hebben we 10 likes op de aflevering gehaald. Dus dat is top. Ik merk dat jullie het heel leuk vinden als ik iets moois ga maken. Dus daarom ben ik ook van plan om deze aflevering gewoon weer lekker verder eraan te gaan. Maar, hoe gaan we dit nu aanpakken? Want we hebben nu dit stukje. En daar moet ik dan even over nadenken wat precies mooi is. En ik wil ook nog wat reacties in beeld laten komen. Dus ik laat gewoon eventjes lekker veel reacties in beeld komen. En de allereerste reactie die komt nu in beeld. En die is van Mitch03. En die zegt, leuke Survival Island video. Mooi begin aan de tuin. En zeker dat die prachtig gaat worden. Gefeliciteerd met het behalen van de 50 abonnees. Ja, 50 abonnees. Maar we hebben er alweer 60. Dus dat gaat echt super snel. Dus daar ben ik blij om. Even kijken, wat is mooi. Misschien is het mooi om hier een soort boompje kwijt te kunnen. Even kijken of we een mooi boompje hebben, toevallig. Want als het goed is, hebben we hier wel ergens mooie boompjes liggen. Want het lijkt me wel mooi om deze boompjes te doen. Maar ik weet niet, had ik die nog ergens in mijn inventory een tijdje geleden gehad? Want anders moet ik gewoon hout gaan hakken. In de hoop dat we die dan krijgen. Even kijken, want als het goed is, heb ik hier mijn cobblestone liggen. Dat ligt hier inderdaad. Nou, dan kunnen we dat kwijt en dan... Ja... Laat ik dit hier eventjes ook droppen. Dan gaan we eventjes snel wat boom maken, want we hebben gewoon hout nodig. Nou, geen hout trouwens. We hebben saplings nodig, zodat we die bomen kunnen planten hier. Dus laten we eventjes die kant op gaan bij ons mooie bomeneilandje voor nu. Maar ja, dat wil ik in de toekomst natuurlijk veranderen. En ik wil ook gelijk de tweede reactie in beeld laten komen. En die reactie die komt nu in beeld en die is van Safsha10. En die reageerde, jij bent zo'n betere YouTuber dan ik. Dankjewel. Ja, ik vind het heel leuk om video's te maken. Vooral de Survival Island. Daar ben ik altijd iedere week mee bezig. En ik vind dat ook gewoon leuk om te maken. Gewoon lekker Minecraft Survival Island. Gewoon lekker wat maken. Beetje survival. Een beetje dingen verzamelen. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dus bedankt voor je reactie. En dan wil ik gelijk de volgende reactie in beeld laten komen. En die reactie die komt nu in beeld. En die is van JustinLove-34. En die reageerde, leuk video. En ik heb toevallig ook de 50 abonnees gehad. Nou, jij gefeliciteerd met het behalen van de 50 abonnees. Op dit moment heb ik dus alweer de 60, 61. Dus ja, het zou gewoon geweldig zijn als we richting die 100 kunnen gaan. Kijk, dit heb ik nodig van die saplings. En dan wil ik ook de laatste reactie in beeld laten komen. En die reactie komt nu in beeld. En die is van Woutist. Zo, wat een goede naam, Woutist. Zo. Maar die reageerde, waarom neem je in je eentje op? Misschien is het leuk als je ook een keer met andere mensen uitnodigt om mee te doen.
Jazeker, binnenkort ga ik weer met Mitchell de Survival Island een aflevering opnemen. Dat zijn we in ieder geval van plan. Maar ik ga... deze aflevering komt dan online. En dan de volgende aflevering die moet ik even van tevoren opnemen. Want dat heeft ermee te maken dat ik weer een weekje op vakantie ga. Ik ga namelijk naar Portugal een weekje. Maar daarna ben ik gewoon weer back. En dan kan ik gewoon met anderen, waaronder Mitchell, de video's weer gaan opnemen. En daar heb ik super veel zin in. En ik ben ook bezig samen met Mitchell een tijdje, al een paar weken, met echt een, ja, een soort mini grote serie te maken. Namelijk 5 afleveringen van de Bingo. We zitten nu op aflevering 4. En die aflevering die hebben we ook al. Die ben ik ook al aan het editen. De andere 3 afleveringen zijn al klaar. Maar ik wil er gewoon voor zorgen dat uiteindelijk alle 5e video's, want het worden 5 video's, allemaal af zijn. En dat ik ze dan iedere week kan uploaden. En daar ga ik dus nu voor zorgen. Maar ja, ik ga nu binnenkort op vakantie. Dus ik moet gewoon eerst voor zorgen dat ik uiteindelijk ervoor zorg dat we gewoon die video's af hebben na de vakantie, maar dat ik van tevoren gewoon eerst eventjes kan focussen dat Survival Island iedere keer online komt. Dat is gewoon nu eigenlijk prioriteit. Zoals jullie zien wordt het nu nacht. Dus dan is het wel mooi als we gewoon eventjes teruggaan naar ons plekje en dat we dan hier verder gaan. Laten we eerst eventjes... Nou, ik kan ze trouwens al wel plaatsen. Het is wel mooi om ze hier te plaatsen en hier. En dan... is het mooi als dat straks gegroeid is om er dan wat omheen te plaatsen. Maar laten we eerst kijken of we nu kunnen gaan slapen. Want ik vind het best wel mooi worden. En als dan straks dit allemaal gevuld is en zo, ja, dan ziet het er echt prachtig uit. Dat kan ik jullie met 100% zekerheid zeggen. Dus mensen, laat eventjes in de comments weten, vinden jullie het ook mooi worden? En ik kan gewoon nog niet slapen. Waarom kan ik nou niet slapen? Ik wil gewoon eventjes slapen, maar dat kan gewoon niet. Dus dat is wel vervelend als dat niet kan. Even kijken... En ik heb ook een leuke verhalen weer, want voor de mensen die het niet weten, en nu is het wel nacht genoeg natuurlijk. Voor de mensen die het niet weten, ik heb een huis gekocht een tijd geleden. Alleen voor dat huis, daar moeten nog allemaal dingen voor geregeld worden. En hij wordt ook pas over 1,5 jaar aan mij gegeven, dat huis. Dus dat duurt nog eventjes. Maar het is helemaal een nieuw huis, alles nieuw, alles kaal, helemaal niks erin. En ik ben bezig kijken met mijn vriendin voor een keuken. En ja, we hebben echt mooie dingen meegemaakt, maar we hebben uiteindelijk... een keuken gekocht. Ja, dat ging eigenlijk best wel snel. Dus dat was wel mooi. Maar we hebben gewoon een keuken gekocht nu. Oh, deze gaat verkeerd. Zo is misschien wel mooi. En dan doen we hier dit weghalen. En doen we hier gewoon iets anders. Bijvoorbeeld even kijken. Want ik heb nog wel dit. En dit. Nou, dan doen we gewoon zo en zo. Kijk, dat ziet er wel mooi uit, denk ik. En dan, ik wil dat dit gaat groeien. Maar ik ben bang dat ik hier... Oké. Ik hoef er nergens bang voor te zijn. Kijk, het is perfect zo. En dan wil ik dit een beetje opvullen zo met wat bloemen en wat gras. Ik denk dat dat wel mooi is zo. Kijk, dan hebben we gelijk een mooie indeling. Ja, dit is mooi. Oké, en dan wil ik dat dit ook wat dichter gaat worden. En misschien is het wel mooi om hier iets van een... even kijken, een soort acacia gedeelte te maken. Alleen ik heb zoveel spullen in mijn inventory. Ik ga even weer wat dingen droppen. Dat is gewoon een stukje beter. Dat zorgt er gewoon voor dat ik mijn gang kan gaan. En ik had ook ergens zonnebloemen een tijd geleden. Misschien is het ook wel mooi om daar binnenkort dan wat mee te gaan doen. Nou, we hebben echt heel veel hout, dus dat is ideaal. Daar kunnen we ook weer van alles mee gaan doen. Dit is de spruce afdeling, dus dan komt dat daar. Dan is dit de dark afdeling. Ja, en dit... acacia. En dan hebben we hier acacia boompjes. Zo, we hadden er al 24. Ik wist niet dat we er zoveel hadden. Misschien is het dan een idee om nog wat dingen op ons gebeuren te plaatsen. Dat we daarvan af zijn. Maar uiteindelijk zijn we geslaagd voor een keuken. Dus de keuken is geregeld. Daar zijn we heel blij om. Want dat, dat was gewoon een en al stress en zo. Als we geen keuken hebben. Ja, allemaal gedoe. Bla 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 bla. Maar uiteindelijk hebben we dus een keuken kunnen regelen. Nou, we zijn eerst naar een winkel gegaan. Ik was al eerder naar die winkel geweest. En ik had er best wel een goed gevoel bij. Die winkel. Om daar een keuken te gaan eventueel kopen. Maar we wilden gewoon eerst gaan oriënteren. We wilden gewoon eerst gaan kijken. Nou, toen zijn we daar geweest. We hadden een afspraak gemaakt om onze keuken samen te stellen. En dat ging allemaal... niet zoals gedacht helaas. Dus daar waren we niet zo tevreden over. Want toen we daar waren, kwam er best wel veel druk op ons zitten. Van ja, en we willen graag dat je dat nu gaat beslissen. Want we hadden een keuken laten samenstellen. Maar de keuken was gewoon totaal niet wat we wilden. En de prijs hadden we gewoon echt geen idee. Het was in ieder geval buiten ons zelf bedachte budget. Maar we hadden geen idee of dat een reële
prijs was of dat het budget helemaal niet klopte. Daar hadden we gewoon echt geen idee van. Dus ja, wij konden ook voor ons gevoel moeilijk nu ja zeggen. Maar hij wilde gewoon super graag dat wij ja gingen zeggen. Maar ja, dat konden wij niet. Dus wij denken van ja, wat moeten we nu? En op een gegeven moment begon hij alleen maar te pushen van ja, maar we willen graag dat je ja zegt en allemaal dat soort dingen. Maar daar hadden wij totaal geen behoefte aan op dat moment. Dus hij was ook onderhand al een paar keer weggelopen van ja, weet je, ga maar even samen overleggen. Misschien komen jullie er wel uit. Maar wij, ja kijk, dat gaat dan natuurlijk niet. Of, ik weet niet, gaat dat niet? We moeten dit misschien iets breder maken, dit pad. Ik wil dit als een soort bomenpad gaan doen. Dat hier die bomen mooi tussen kunnen groeien. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, dan gaat het net niet passen misschien hier. Doen we het zo of zo. Nou, deze mag eens hier deze kant op. Hier. Kijk, en dan hebben we een mooi soort bomenpad gecreëerd. En dan is dat al een mooi begin van de tuin. En dan wil ik ergens een fonteintje maken. Want dat is ook belangrijk. Dus dan gaan we weer eventjes wat... wat extra pad erbij doen. Dat is wel mooi als we ook gewoon een aardig wat pad hebben. Dan is het misschien mooi om hier ongeveer de fontein te gaan maken. Oh, er is hier al een fontein. Even kijken. Een beetje random dat pad zo neerzetten. Dit is eigenlijk niet eens heel random, maar het gaat om het idee. Oh, dat gaat natuurlijk niet. Maar ja, wij zeiden van we willen dit graag als keuken hebben en we lieten onze tekening zien van het huis. En hij zei, wow, dat is een groot huis. Nou, dat moet wel lukken. Dus op een gegeven moment had hij 4 kasten neergezet en nog een tussenstukje daar als achterwand. En wij denken, nou, dit gaat wel echt mooi worden. Ik denk dat dit het gaat worden. Maar ik wilde toch nog net even iets anders hebben. En toen ging hij dat anders maken en opeens werd de keuken heel stuk kleiner. Wij dachten, wat gebeurt hier nou? We zouden toch ongeveer dit gaan doen en het werd gewoon... eigenlijk een soort mini keuken opeens. Nou, daar waren we niet zo tevreden over. En op een gegeven moment... ja, werd het heel raar en zo. En we dachten, wat gebeurt hier nou? Dit klopt allemaal onderhand niet meer. En toen kwamen we toch op een punt dat we dachten... ja, maar hier moeten we misschien geen keuken halen. Want... ja, er wordt nu iets gemaakt wat we eigenlijk helemaal niet willen. En toen begon die opeens te zeggen van... de prijs die ik jullie nu geef... dat is alleen de prijs als jullie op dit moment beslissen. Toen dachten wij al van, nou, maar wij willen helemaal nog niet beslissen. Wij willen gewoon eens eventjes oriënteren, wat rondjes kijken. Om te kijken van, is het wat we willen? Is het een reële prijs en zo? We hadden gewoon echt geen flauw idee. Hij zei, ja, maar ik ben de goedkoopste. Nou, en toen begon eigenlijk al bij ons van, ik denk niet helemaal dat jij eerlijk bent. En dat gaf ons gewoon een bepaalde twijfel. En toen dachten we van nee, dit moeten we misschien niet doen. En toen zijn we weggegaan uiteindelijk nadat hij maar liefst 3 keer... En ja mensen, hij is gewoon maar liefst 3 keer weggelopen. En zei van ja, ga maar even met samen overleggen. En dan hopen dat jullie eruit komen. En dan kwam hij weer terug en dan zei hij van en? Wat gaat het worden? Gaan jullie het halen? En dan nee, we gaan het nog niet halen. Ja, maar haal het nou maar gewoon en zo bla 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 bla. En wij zo van ja, maar wij willen het helemaal niet halen. Wij willen gewoon eerst eventjes oriënteren. Nou, en toen zijn we teruggegaan naar de auto. We hadden de auto voor de deur geparkeerd. En toen gingen we naar buiten toe. En toen gelijk de spullen terug in de auto gedaan die we allemaal gekregen hadden. Een offerte en zo die we helemaal niet wilden. En uiteindelijk zijn we toen naar de buren gegaan. Want daarnaast zat letterlijk ook een keukenwinkel. Nou, toen zijn we daar geweest. En we werden heel anders ontvangen. Het was zo van, ja... kan ik jullie ergens mee helpen? Nou, wij vertelden dat we eigenlijk gewoon wilden oriënteren en wilden kijken naar een keuken. En toen was het van, nou, ik zou even zo mijn collega vragen, want ik heb een afspraak. Maar mijn collega die kan eventueel wel met jullie kijken ernaar. En toen ging hij vertellen van, toen kwam mijn collega erbij en die zei van, ja, eigenlijk was het de bedoeling dat ik naar een ander filiaal ging. Maar omdat jullie nu hier zijn, dan zorg ik wel dat ik hier kan blijven. Zonder dat hij überhaupt dacht dat wij een keuken gingen kopen. Maar hij was gewoon zo loyaal dat hij gewoon bleef bij ons. Nou, en dat vonden we al een eerste punt dat we dachten, nou, dat is wel heel vriendelijk. En mensen, er kwam ooit een reactie in beeld dat ik iets moest verstoppen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga hier opschrijven, want volgens mij... dan moet ik even kijken hoor. Dit is namelijk aflevering 35. Dus welkom in aflevering 35 van de Survival Island. Dus mensen, voor iedereen die dit gezien hebben, hier zit een bordje verstopt. Zo.
Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen dat gaan zien, dat hier een bordje zit. Ik denk dat niet heel veel mensen dat gaan zien. Maar we zullen het zien. Even kijken hoor, is dit mooi wat ik nu ga doen? Nee, ik wil hem eigenlijk van dit steen hebben. Zo. Ik denk dat dat wel mooi is, zo. Ja, dit is op zich al wel een mooi fonteintje. Moet ik even een... Oh, ik heb al een emmer. Zullen we hem nog even eentje hoger maken? Dat is misschien wel mooi. Of twee hoger. 1, 2, 3. Gewoon lekker hoog, waarom niet? Waarom zouden we hem zo laag doen, toch? Hop. Oh, mis. Zo. We kunnen dit op zich wel weghalen. Maar niet allemaal, die laatste niet. Dus dat is tot hier. Is dit mooi? Hij is wel heel hoog. Maar het ziet er wel grappig uit dat hij zo hoog is. Ik denk dat dit wel wat heeft, zo. Ik denk dat ik het gewoon zo ga... Nou... Hij is misschien net iets te hoog, hè, mensen. Hij is net iets te hoog. Hup. Hupsakee. Oh, dat is jammer. Ja, dus hij had zijn afspraken afgezegd. Ik ga hem twee lager maken. Zo moet hij worden. Hij had zijn afspraken had hij afgezegd. Nou, niet afgezegd trouwens. Hij had gewoon gezegd, ik blijf eventjes hier. En toen ging hij met ons zitten en hij luisterde precies naar wat wij wilden hebben qua keuken. Dus dat was al ideaal. En uiteindelijk zijn we toch tot een echt hele mooie keuken gekomen. Maar ja, wij waren al vanaf 10 uur zeg maar bij die andere winkel. En onderhand was het laat en het werd later en het werd later. En we wilden nog eten en we hadden honger. En uiteindelijk werd het 5... Nee, het werd 4:30 werd het. Nou, en toen zeiden we van ja, we willen eigenlijk nog even wat eten. Dus vind je het goed als we straks terugkomen, mochten we beslissen? Toen zei hij, weet je, dat vind ik heel goed als jullie dat willen doen. Ook eerlijk van jullie. En laten we dat gewoon op die manier doen. En uiteindelijk hebben we er dus op die manier voor kunnen zorgen dat we dus nog even wat konden eten. Want om 5 uur ging de poelier dicht, want we wilden graag een broodje kippeling hebben. Dat is echt ons favoriete eten eigenlijk. En dat, nou, dat was dus nog gelukt om een broodje kippeling te kunnen halen. En uiteindelijk ja, hebben we onze ouders allemaal gebeld. En hebben we de keuze toch gelijk gemaakt om die keuken te nemen. En toen vertelde ook tegen hem van ja, gewoon de manier hoe je ons geholpen hebt, dat was gewoon perfect. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij de keuken gaan nemen. En uiteindelijk is de keuken best wel mooi geworden. We hebben namelijk ervoor gekozen om een kookeiland te nemen. Dat wilden we best wel graag hebben. En uiteindelijk, doordat we een kookeiland nemen, moesten we er ook voor zorgen dat we een deur anders gingen doen. Dus we nemen ook nog een schuifdeur erbij in onze woonkamer. Dus we krijgen een schuifdeur en een kookeiland. Dus eigenlijk dit. En dan krijgen we nog een soort kast hier. En dan, deze plank gaat een soort van weg. Dit wordt dan een laag gedeelte met kastjes. En dan zit hier een koelkast en nog een kast met de oven. En dan zit er nog een soort boekenplank die we neer hebben gezet. En die boekenplank hebben we gewoon puur gedaan om gewoon wat meer, ja, met de keuken te kunnen doen. En oh mijn god, hier heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Helemaal leuk en zo dat hier die bomen staan. Maar nou kan ik nooit meer naar mijn tuin kijken. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat ik die bomen alweer weg ga halen. Zo, dat gaat snel. Nee, die bomen die moeten hier niet. Daar ben ik nu al over uit. Die moeten ergens anders komen. Dus hop, weg met die boom. Anders kunnen we nooit van ons raam naar buiten kijken. En dat is wel wat we uiteindelijk wilden hebben. Dus deze gaat eruit. Zo simpel is het leven soms, hè. Kijk, hop. Nou, dit hebben we dan gedaan. En dan komt hier een mooie vloer in. Maar ik moet nog wat anders hebben. Of heb ik dat cobblestone? Gravel. Ja, heb ik ook. Oké, maar ik kan hier eigenlijk geen gravel doen. Dat is wel vervelend. Dan doen we gewoon alleen cobblestone en dit. Ik denk dat dat ook wel prima is. Nou, en uiteindelijk hadden we gegeten. We waren echt net op tijd, want de poelier die was al aan het opruimen. Het ging al dicht en zo. Dus we waren echt precies op tijd. Ze hadden nog broodjes voor ons. Die hadden ze voor ons gemaakt. En toen werden we... Ik was trouwens bij die andere keukenboer was ik nog 2 keer gebeld. Dat was wel leuk om te vertellen. Ik was 2 keer gebeld. Maar ja, ik ga natuurlijk niet opnemen als ik ergens anders ben. Dus toen belde ik terug. En want we hadden afgesproken om nog een keer te bellen. Die dag. En toen kwam die met een smoes. En ik hou daar echt niet van als mensen op die manier zijn. Toen dacht ik, ja nee, hier moet ik geen keuken halen. Hij kwam met de smoes. Ja,
Nog even terugkomend op jullie keuken, want het was de zogenaamde dagprijs en zo, bla 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 bla. Zei die, ja, ik heb een foutje gemaakt, ik heb iets dubbel berekend in de prijs. En wij zo van, nou ja, wij, ik, zo van, oh oké, okay, ja wat dan? Ja, nee, er gaat nu zoveel euro vanaf. En wij van, ik van, nee, ja, leuk voor je, maar dat interesseert mij niet zoveel, want ik ga waarschijnlijk ergens anders nu een keuken halen, had je maar gewoon eerlijk moeten zijn en beter naar ons moeten luisteren en zo. Nou, dus wij hadden dat zo gedaan, en toen bleek het zo te zijn van, ja, wil je dan die keuken hebben? En wij zo, ik zo van, nee, we gaan er nog even over nadenken. Dus hij gaat mij, ja, wanneer de aflevering online staat, heeft hij me misschien al gebeld, maar hij gaat mij aankomende week bellen, en dan, ja, dan moet ik een soort van doorgeven of ik wel of niet de keuken wil. Nou ja, ik ben er natuurlijk al over uit. Dat gaat het zeker weten niet worden. Want ik, ja, ik wil het helemaal niet op die manier. Dat ik een keuken zo moet halen. Dat is, vind ik niet hoe het moet zijn. Nou, ik ga natuurlijk niet overal van die borstjes doen. Want anders dan voelt het zo opgesloten. Maar het is misschien wel mooi om het een beetje op deze manier te doen. Dat het, ja, dat er wat speelsheid in zit. En deze wil ik eigenlijk zo even doen. Dan kunnen we hier wat gravel doen en daar. En dan kunnen we hier nog wel wat poep doen. Kijk, dan zit er een beetje speelsheid in. Nou, deze boot. Die krijgt nog even een ander plekje. Kijk, zo. En dan hebben we hier nog wat ruimte over. Wat we dan weer op kunnen vullen met wat mooie dirt. Kijk, want ik denk dat dit op zich al wel mooi gaat worden voor de tuin. Kijk, dan gaat die boom weg. Ik wil dat deze gaan groeien allemaal. Ik hoop dat dat ook gaat lukken. En als dat dan gegroeid is, nou misschien is het wel mooi om in plaats van allemaal dezelfde bomen ook wat verschillende bomen erin te doen. Als het goed is, had ik hier ergens nog een boom die ik daar neer kan zetten. Dat is namelijk deze natuurlijk. Kijk, dit wordt mooi. Nou, uiteindelijk hebben we dus voor een mooie keuken gekozen. We hebben nu, nou dan halen we die ook weg en dan doen we die hier, zo. En dan doen we deze ook weghalen. En doen we die hier, zo. Ja, en dan als dit opgevuld is, dan wil ik het gegroeid is, sorry, dan wil ik het ook met dit gras gaan doen. Wat trouwens hier nog wel wat extra mag worden. Zo, zo, zo. Oké, dan hebben we dit dus nu. En wat kunnen we hier dan mee doen? Wat is wel mooi voor een tuin? Ik denk dat het wel mooi is om in de achterkant gewoon wat bomen te plaatsen. Om dat een beetje mooi te maken. Zo, nou, mijn stem die sloeg helemaal over. Mooi te maken. Ja, wat moeten we hier dan doen? Kijk, want ik heb nu al wat plantjes, bomen. Ik heb een fontein. Die wilde ik best wel graag hebben. Een stukje strand en een haventje. Misschien een haventje is wel mooi om nu te gaan maken. Een haventje bedoel ik niet. Ik bedoel meer een steigertje. Dat we iets van een steigertje kunnen maken. Even kijken of we iets van hout hebben. Wat we mooi kunnen gebruiken. Is dit mooi? Of is het mooier om dit te gebruiken? Ik denk dat ik dit wil gebruiken. In combinatie met gewoon dit hout of zo. Ik denk dat dat wel prima is. We kunnen een soort pilaren naar onder maken. En dan op die manier iets ervan maken. Even kijken. Waar gaan we dat doen? Is dan hier de exacte plek daarvoor? Hier. Ik denk dat ik het gewoon hier ga maken. Dat ik hier naar beneden ga. En dat we hier op deze manier dit gaan doen. Zo. En dan doen we hier dat ook. Kijk. Ja, dit gaat wel mooi worden. Dus mensen, als jullie ooit een keuken gaan kopen, laat je niet misleiden door eventuele dagprijzen en zo. Want het is allemaal onzin. Het is nep. Het slaat nergens op. Die mensen willen gewoon verkopen. En dat is de reden waarom ze zo'n dagprijs hanteren. Kijk, dit is wel mooi om te doen, denk ik. En dan even kijken. Hier te doen. Zo. Kunnen we hier ook. Ja, want die. Ja, dat is top. Die net scheef is. Hij moet niet te precies zijn, natuurlijk. Dat is niet mooi. Dan doen we deze zo. Dan doen we die hier nog eventjes eentje. Die dan deze weer vasthoudt. Kijk. Dat vind ik wel mooi zo. En dan gaan we. Want dan hebben we een steigertje. Daarop kunnen we dan weer van dit soort dingetjes bijvoorbeeld doen. Kijk, zo.
En dan daartussen kunnen we wel iets anders weer doen. Oh, wacht, ik weet al wat ik ertussen wil doen. Maar dan moet ik even nog wat hebben. Misschien dat het hier ergens in ligt. Ja, dit bijvoorbeeld. Dat is wel mooi. Oh, dat moet ik hier niet in doen. Dit moet erin. En dit. Nou ja, misschien dat ik dat ook nog wel nodig ga hebben. Ik heb niet meer zoveel spruce. Heb ik nog een spruce sapling? Ja, ik heb er 17. We hebben een probleem. Mijn hele inventory zit vol. Met rommel. Rommel waar we allemaal niks aan hebben. Even kijken, want hier ergens zitten... ja, deze. Die mogen weer terug op hun plek. Dat is die. Even kijken hoor. Want dit moet dan zo... ja, wacht. Ik ging trouwens eerst die bomen plaatsen. Oh, nou heb ik een bucket met water. Bucket with water. Oh, ik heb een vet idee. Kijk, die bomen zijn ook al best wel gegroeid weer. Ik denk dat het wel een idee is om dit op deze manier te doen. Dat dit lekker gaat groeien hier tussen. Ja, dit is ons echt perfecte bomeneilandje. Dit is straks allemaal volgroeid. Dan hebben we daar geen omkijken meer naar. Maar ik heb wel een idee wat ik hier wil gaan doen. Tjoep. Maar dan moet ik wel eventjes het juiste materiaal hebben. Oh, ik weet wat ik ga gebruiken. Volgens mij heb ik daar ook nog wel wat van. Dat was hier. Nee, dat was hier. Ja, dit. Is mooi. Hier kan ik echt wel wat mee maken. Ho. Kijk, want als we deze nou zo. En dan zo. Zo. En als we dat op elke manier zo doen, dan wordt het top. Deze kunnen we op zich zo doen. Ik denk dat dit wel mooi is zo. Ik wil dat het allemaal een beetje random is. Nee, ik wil deze trouwens niet. Ik heb een beter idee. Waar is mijn bel hier? Kijk. En dan wil ik hier, omdat dit het begin is, wil ik zo. En zo. En bij het einde, dat is deze, wil ik zo. En die andere wil ik hier tegenaan zetten. Zo. Ik denk dat dit wel mooi is, zo. We hebben een mooi stijgertje, zo. Ja, dat gaat top worden. Kijk, en dan hebben we hier een boot. Nou, die boot staat hier wel goed nu. En dan hebben we nog een heel stuk tuin over. Kijk, die is ook wel gaan groeien. Nou, hebben we alleen die nog, die moet gaan groeien. Kijk, we kunnen dit hier gewoon daartussen doen. Ja, hij is gegroeid. Hij is wel klein. Misschien is het dan wel mooi om dit weg te halen. Dat het een kleine boom is die we dan zelf een beetje customizen. Want anders is hij niet heel mooi, vind ik. Ja, dit is top. Dit is precies hoe die moet worden. Kijk, dan halen we zelf die hoekjes nog een beetje weg. Dat hoekje. Daar mag je wel tegenaan zitten, dat is geen probleem. Hier, en dan wil ik dit hoekje ook weghalen. Ja, zo is hij wel mooi. En dit hoekje trouwens. Dan vullen we dit nog even op. Heb ik nog meer? Ja, ik heb nog meer dan genoeg. Ja, mooi bloem. Vind ik belangrijk, hè, als er een beetje kleur in zit. Oké, nou, dan hebben we het eerste gedeelte hiervan gemaakt. Dus dat gaat wel de goede kant op. Is het mooi om een soort moestuintje misschien nog ergens te maken. Misschien is dat hier wel mooi om te doen. Moet ik alleen even kijken waarvan. Misschien dat het wel mooi is om... want bij een moestuin heb je vaak van dat dirt. Oh, hoe krijg je dat dirt eigenlijk? Even nou. Je hebt wel van dat speciale dirt. Maar ik weet even niet hoe je dat maakt. Kunnen we hier dingen van maken? Ja. Oké, ik heb wel een grappig idee misschien. Maar ik heb niet heel veel cobblestone. Ik heb helemaal geen cobblestone. Dus we moeten heel even een klein beetje cobblestone halen zo. Dan gaan we eerst even slapen. Want ik vind dat het mooi wordt. Ik vind echt dat de Survival Island met de dag mooier wordt. Deze... kamer moeten we ook ooit nog een keer afmaken. En aan de zolder moet dan ook nog gewerkt worden. Maar mensen, ik weet niet wat ik op de zolder moet gaan doen. Laat eventjes nu in de comments weten wat moet ik op de zolder gaan doen. Want zoals jullie zien, ik heb hier een hele zolder vrij. Wat straks, al deze kisten gaan nog weg. En dan kunnen we er gewoon voor zorgen dat die zolder mooi wordt. Maar ik heb gewoon oprecht nu even geen idee wat ik met die zolder moet. Maar ik zag deze pot staan, die neem ik wel even mee. Dat vind ik wel mooi, want ik had die daar ook al geplaatst. Dan is het misschien ook wel mooi om ze hier neer te zetten.
Even kijken. Dit is een mooie plek voor eentje. En dit is ook een mooie plek voor één. In ieder geval nu. Nou, dan wil ik hier een soort moestuintje gaan maken. Maar we gaan eerst cobblestone hakken. Nou weet ik het weer. Poep, poep, poep. Nou, dit moet ik niet te vaak doen. Want dat is een beetje raar. Maar ik heb hier ergens mijn cobblestone gebeuren. Dat is hier beneden. Kijk, en als we wat cobblestone hebben, dan kunnen we gewoon voor zorgen dat we hele mooie hekjes uiteindelijk gaan maken. Nou, hier kunnen we wel gewoon even wat weghalen. We hoeven niet zo heel veel weg te halen. Het gaat gewoon om dat we aardig wat cobblestone weer erbij hebben. Dat we in ieder geval dingen kunnen gaan doen. Want op dit moment is gewoon al het cobblestone op. En dan kunnen we er niet voor zorgen dat we uiteindelijk mooie cobblestone hekjes gaan maken. Dus ja, laten we dat gewoon eerst eventjes creëren. Ja, we zitten nu ook op een opname van 30 minuten, dus ik ga ook zo stoppen met het opnemen van deze video. En dan weet ik zeker dat het echt een top aflevering is geworden, want ik heb namelijk gewoon voor gezorgd dat we een heel mooi stuk van de tuin hebben gemaakt. Even hier doorheen, boep, 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 boep. Ja, ik vind het gewoon leuk om mooie dingen te maken. Dat vind ik eigenlijk gewoon het allerleukste in Minecraft. En zoals jullie zien heb ik ook gewoon precies genoeg. Kijk, als ik dan hier een soort moestuintje wil gaan maken... Dan moet hij een bepaalde breedte zijn. Ik vind dit wel grappig om te doen, toch? Ik weet niet of we al meloen hadden, trouwens. Ik heb geen flauw idee. Die. Kijk, als we dit zo een beetje om en om doen, dan wordt het wel mooi. Kijk, nou is het... Ja, nou is het wel mooi geworden, vind ik zelf. Nou moeten we alleen hier nog een deurtje in zetten. Ja, hij is scheef, dat is perfect. Dat is wat ik wil. En dan kunnen we daar met wat water, kunnen we wat pompoenen neerzetten. En dan kunnen die pompoenen gaan groeien. Als het goed is, heb ik die pompoenen ook ergens hier liggen. Ja, in ieder geval heb ik daar twee pompoenen, maar... Ik had ergens toch ook al... Melon seeds, of ben ik nou in de war? Ja! We hebben melon seeds. Zo, dat zei ik blij. Mijn inventory zit echt helemaal vol. Ik heb ook best wel wat dirt verzameld. Kijk, en dat water, dat is ook ideaal dat we dat hebben. Ik ga heel eventjes wat dingen droppen. Oh, nee. Oké. Dit hebben we niet meer nodig. Die hebben we niet meer nodig. Sticks. Sticks kunnen we altijd nog wel gebruiken, want we moeten daar nu even een mooie fence gate van maken. En die fence gate maken we door dit te doen uit mijn hoofd. Ja, perfect. Kijk, en dan kunnen we deze dingen ook weer droppen. Dan hebben we hier, ja inderdaad, dit is een spruce. Ook. Acacia. Nog meer ook. Hier ergens zit de dark, maar die dark die moet ook nog gefixt worden, zie ik. Heb ik een hoe? Ik heb geen hoe. Dan ga ik even een hoe maken, denk ik. Ik had hier ergens diamonds, toch? Ja. Maak gewoon even een diamond hoe, waarom niet? Diamonds kunnen we altijd nog vinden, dat is het mooie. Iron gaat ook op zich redelijk, we hebben een iron farm. Maar ja, ik hoop dat het nog iets beter gaat doen. Maar ik vind dat de tuin al wel wat mooie aanvulling heeft op dit moment. Kijk. Dan is het wel mooi om te zeggen van... Dan doen we hier water. Ja, dit gaan we doen. Hier water. Nee, dat is helemaal niet wat ik wil. Dat gaat helemaal de verkeerde kant op deze manier. Dan wordt het niet mooi. We moeten ergens anders water doen. Gewoon in het midden. Dat is ook de enige plek waar we water kunnen doen. Dat is namelijk hier. Oh. Ja, dat is wel een beetje irritant. Dat is het enige nadeel, vind ik zelf. Dat ik nu al mijn dirt weer weggedropt heb. Kijk, want dan doen we gewoon zo. Ja, dit is wel prima. En dan kunnen we deze zo doen. En dan groeit het zeg maar die kant op. Dat is mijn idee. Maar ik heb op dit moment nog niet genoeg melon seeds. En dan ben ik ongeduldig. Ik weet niet of jullie ook zo zijn. Dan doen we zo. Volgens mij krijgen we nu meer melon seeds, toch? Nee? Oh. Nou, dan hadden we niet zo ongeduldig moeten zijn en gewoon moeten wachten. Even kijken, want dan doen we hier wat licht plaatsen. Zo. Zo, op die plekjes of zo. Die. En die. En dan hier in het midden. Ja, oh. Zo.
Dat wordt mooi. Huh? Heb ik hem weggedaan weer? Dat is niet zo slim. Dan moet hij denk ik juist in de kist zitten. Ja, daar lag hij inderdaad. Nou, en dan denk ik dat we echt een heel eind zijn gekomen deze aflevering met het maken van de tuin. Kijk, dit is mooi. En dan doen we hier. Dan doen we nog even deze. En dan doen we hier ook gewoon eventjes voor de opvulling even dit. Ja, ik denk dat het al wel aardig mooi begint te worden op deze manier. Misschien is het wel mooi om daar nog eventjes iets te doen. Dat het nog even iets mooier eruit ziet. En volgens mij heb ik dat weer hier liggen. 5, dat is precies genoeg. Als ik dat dan doe, dan denk ik echt dat het heel mooi gaat worden. Even kijken. Noem die zo 1, 2, 3, 4. Hop. Oh, opeens besef ik me iets. Nou, dan kan ik het beste hier doen. Ik heb helemaal geen water gedaan. Kijk, hop. Ja, dit is mooi. Mooi moestuintje zo. En dan gaat dat zijn ding doen. We hebben een fontein met een geheim dingetje daarin. We hebben nu dit stukje van de tuin. We hebben dit gemaakt. Hier hebben we nog heel veel ruimte over. Dus mensen, laat in de comments ook weten wat moeten we met de tuin voor de rest nog doen. We hebben een soort steigertje gemaakt en het begint te regenen. En we hebben de overkapping natuurlijk nog, waar ik dan eventjes in ga staan omdat het regent. Mensen, vond je dit een leuke video? Laat even een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal, zodat we zo snel mogelijk naar die 100 abonnees kunnen gaan. Dat lijkt me geweldig. Kunnen we ook deze aflevering weer gaan voor de 5 likes of misschien wel de 10 likes? Laten we ons best doen. Laat een leuke reactie achter en misschien komt jouw reactie binnenkort wel in beeld. En dan zeg ik voor deze keer, ciao mezen.